Elk jaar maken zo'n 185.000 leerlingen van de basisschool de overstap naar het voortgezet onderwijs. Basisscholen sturen een onderwijskundig rapport met studie- en begeleidingsgegevens van die leerlingen naar de nieuwe school. Op die manier is de nieuwe school goed geïnformeerd. De basisschool maakt een onderwijskundig rapport op basis van gegevens uit het administratiesysteem. Die rapporten gingen meestal als papieren dossier, per mail of als DOD naar de nieuwe school. Op de school voor voortgezet onderwijs wordt de informatie van de nieuwe brugklasse overgenomen in het eigen administratiesysteem. Een hoop administratieve rompslomp dus, met kans op fouten. Daarbij is het een onveilige manier van overdragen. De overdracht kan nu digitaal en veilig met OZO, de overstapservice onderwijs. OZO faciliteert de uitwisseling van overstapdossiers tussen de verschillende administratiesystemen. Daarmee verloopt de uitwisseling sneller, eenvoudiger veiliger. OZO werkt zo. De basisschool zet het overstapdossier van een leerling klaar in het eigen administratiesysteem. Het overstapdossier bevat alleen gegevens die je wettelijk gezien mag overdragen, waardoor de privacy van de leerling gebaarborgd wordt. De nieuwe school vraagt via het eigen systeem het overstapdossier van de leerling op bij de basisschool. Zodra dat is gebeurd, checkt het Traffic Center of beide scholen zijn aangesloten op OZO. Dit traffic center kun je zien als een soort verkeerstoren die de uitwisseling van overstapdossiers coördineert. Zijn beide scholen aangesloten, dan regelt het traffic center een eenmalige beveiligde verbinding waarmee de scholen het dossier van de leerling kunnen uitwisselen. Dat dossier komt direct in het administratiesysteem van de nieuwe school terecht. Dit kan natuurlijk ook als een leerling wisselt van basisschool of middelbare school. Ozo kun je ook gebruiken wanneer je werkt met een regionaal platform. Of wanneer je een ondersteuningsaanvraag wilt doen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Meer informatie over OZO? Kijk dan op www.overstapserviceonderwijs.nl